Yo mensen, Jurassic hier en welkom bij weer een nieuwe live gameplay hier op mijn kanaal Jurassic Game. Zoals je kan zien gaan we vandaag Hardpoint spelen op de map standoff en we gaan even kijken of we een goede score kunnen gaan neerzetten in dit potje. Wie weet gaat lukken, wie weet gaat niet lukken, maar we gaan gewoon even kijken wat we dan af gaan kunnen gaan brengen. Ik ga spelen met Class MP7 met Quickjaw en Extended Clip met Lightweight Flag Jacket, Toughness, Dexterity en Extreme Conditioning. Ik heb mijn scavenger omgewisseld voor Extreme Conditioning, zodat we er gewoon kaart op af kunnen gaan rennen. Even iedereen muten, gebruik de UAV, de Hellstorm Missile en de Lightning Strike, dus let's go. Eerst Hardpoint komt natuurlijk daar in het midden. Ik heb al mijn perkjes aanstaan, dus ik kan een kaart op af gaan rennen. En dan moeten ze niet gaan lopen campen. Er stonden er al twee, er stond er één in Broken en één keer ernaast. Dus dat was een beetje een scheidssituatie. Plus ik kreeg nog eens een nade op mijn kop, dus ik had sowieso die fangs niet allemaal kunnen pakken. Maar ja, we gaan gewoon even spelen voor de win. We gaan gewoon een beetje om die Hardpoint heen rennen. We gaan het team gewoon supporten, zodat ze rustig op die Hardpoint kunnen gaan zitten. En rustig die puntjes kunnen gaan binnenslepen. Nu moeten we even letten op de span flip. Want waarschijnlijk gaan ze zo meteen de spans flippen. We gaan gewoon even langzaam. Oh, krijg ik een chauffeur op mijn kop. Kom maar hierheen. Volgens mij komt hij aan de linkerkant. Wacht, ik vertrouw het niet. Wacht even. Sandy die loopt daar. Hoi Sandy. Alles goed jongen. Dan loopt hier nog steeds een enemy naast ons. Kijk, daar komt er een. Maar die bedoel ik helemaal niet. En die kan ik ook niet killen. Lekker is dat. Oh, ze zijn al allemaal weer geliefd. Ze zijn ook echt nu al geliefd, hè, die enemies. Lekker is dat, weet je. We gaan gewoon proberen met 250-0 te winnen dan. Met z'n allen op die hardpoint, jongens. Mijn score gaat me nu niet boeien. Ik ga gewoon het op die hardpoint zitten. En we gaan gewoon proberen te winnen met 250-0. Dus let's go. Snel naar de volgende hardpoint. Ik ga er alvast op zitten. De andere mensen zitten er ook al op. En gaan we gewoon even kijken. Ik vind het wel een mooie challenge voor vandaag. 250-0. Hardpoint is gechurkt. Lekker dan. En dan wachten we hier eventjes op. Moeten we eventjes hier blijven zitten namelijk. En dan kunnen we hopelijk gewoon die hardpoint 60 seconden lang houden. Heb je natuurlijk weer 60 puntjes erbij. Dus eventjes langzaam kijken. Ze scannen daar allemaal bij de tank dit raampje in. Dus eigenlijk wil ik hier niet staan. Sandy, kutkind. Dank je. Hij gaat weer de deur lopen blokkeren. Ik ben punt aan het binnenslepen, ja. Oh, niemand staat meer op de hardpoint. Jongens, ga er even op, jongens. Oké, Sandy staat erop. Goed zo. Ik dacht, ik probeer eventjes een killetje binnen te slepen. Want natuurlijk, als we geen één kill maken, is het ook een beetje saai om naar te kijken. Dus dat gaat ook niet lukken zo te zien. Nu staat Sandy eens eentje erop. Kut. Ik kom naar je toe, Sandy. Snel naar Sandy toe. Kom op, kom op, kom op. Rennen, rennen, rennen. Sandy ze helpen. Sandy helpen, Sandy helpen, Sandy helpen, Sandy helpen, Sandy helpen. Sandy, kom je helpen. Sandy, kom je helpen. Oh, ik zit er nog op. Ik zit er nog op. In mijn rug komt er een. Ik zit er nog steeds op. De enemy zit er nog steeds niet op. Mooi. Oké. Oeh. Hadden ze even bijna een puntje binnen gesleept hier, joh. Holy shit. Gelukkig niet, want anders hadden we natuurlijk die 250-0 niet kunnen halen. Maar hoe? Ze hadden hem bijna. Nu moeten we doorrennen naar de volgende hardpoint. Dus let's go, jongens. Kijk, die Lightweight en Extreme Conditioning helpen er wel echt goed bij. Want die kunnen gewoon in één keer doorrennen naar die hardpoint die hier zo is gekomen. Maar blijf erop, jongens. Blijf erop, blijf erop, blijf erop. Goed zo, ze gaan er weer terug op. Mooi. Ze weten denk ik ook wel dat ik ga proberen die 250-0 te halen. Want dat probeer ik redelijk vaak te doen. Maar het is nog echt moeilijk om te halen ook. Want je moet gewoon elke hardpoint moet je binnenslepen. Alle punks die je kan binnenslepen moet je ook gewoon binnenslepen. Want anders pakken die enemies gewoon 4 punks of zo. En dan heb je alsnog die 250-0 niet kunnen halen. Dus ze moeten ook gewoon op die hardpoint blijven. Ze moeten er gewoon omheen blijven lopen. In de hoop dat ze dan niet doodgaan. En in de hoop dat ze gewoon die hardpoint kunnen blijven houden. En wat wij nu aan het doen zijn met drie andere maten. Wij zijn gewoon om die hardpoint aan het rennen. Zodat de enemies niet in de buurt van de hardpoint kunnen komen. Natuurlijk als de enemies niet in de buurt van de hardpoint kunnen komen. Kunnen ze ook die hardpoint niet proberen te pakken. En kunnen ze natuurlijk die punks ook niet binnenslepen. Dus dat is een hele mooie tactiek om te gebruiken als je gaat voor zo'n 250-0. Dus jongens, blijf er gewoon omheen rennen. Blijf gewoon die enemies eromheen killen. Want kijk, deze persoon die wilde bijvoorbeeld op de hardpoint gaan staan. Maar dat gaat niet lukken omdat ik hem bij voorbaat al eraf kill. Dus dat is een mooie tactiek die je gewoon moet blijven doorzetten. En ze staan nu al bij de volgende hardpoint. Kutzooi. Jij komt nog even op de oude. Dat is niet zo handig van je, want daar sta ik, jongen. Heb ik een dubbelkill op de leiding. En dan moeten we snel doorrennen naar alweer de volgende. Want we moeten er natuurlijk wel gewoon bij in de buurt blijven. Ik blijf ze nog even supporten met de Hellstorm. Ze rennen allemaal de Brown Building in. De Brown Building is daar in het midden. Dat is dat middelste gebouwtje. En ik heb het gevoel dat ze zo meteen rechts van me gaan spannen. Maar ik loop nog eventjes door. Kunnen we gaan headglitchen achter deze packages. En dan staan we nog steeds gewoon dik hard voor. Ze komen nu hier zo naartoe. Want ze willen natuurlijk ook een beetje naar die hardpoint toe. Maar ik sta hier. Dus ze komen hier toch niet langs. Zie je? Dat bedoel ik. En er staat weer niemand op. Ik ga er wel op, jongens. Kom op. Als er niemand op staat, dan moet ik erop. Dan maakt niet zoveel uit of ik er nou op sta of andere mensen. Als iedereen er gewoon ongeveer gelijk op staat, dan zijn de rollen mooi verdeeld. En ze komen nu naar mij toe. Shit, ik moet het nu in mijn eentje gaan doen. Dat is nog een kill. Ze komen nu allemaal hier naartoe. Ik moet het 17 seconden volhouden. Dat gaat wel lukken, denk ik. 17 seconden, 17 seconden. Komen ze hier voor ze naar me toe? 13 seconden. Kom aan, kom aan, kom aan. Kut, ik ben bijna dood. Ik ben bijna dood. Even terug, even terug. Ik moet nog 8 seconden volhouden. Gaat lukken, 6, 5. Niet naar me toe komen. Enemies, 4, 3, 2... 1. Oh, shoot. 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 Triple kill. Lekker dan. Beast, beast, beast play. Lekker, jongens. Door naar die volgende hardpoint. Rennen naartoe, mensen. Daar naartoe. Allemaal erop gaan zitten. We kunnen hem al bijna afmaken op deze hardpoint. Maar er moet niemand doodgaan nu. We kunnen hem gewoon winnen. 250-0, mensen. Kom aan, kom aan, kom aan. We gaan het gewoon halen, hoor. Punt. Punt, punt, punt. Punt uit. We gaan het gewoon halen. Ik ben alweer geflasht. Ik ga even mijn leiding strijken terwijl ik geflasht ben.
kan toch namelijk niks doen, anders zit je gewoon stil en dan kan je toch niet bewegen. Dus kan je net zo goed je leidingstrijk gewoon gooien. Hellstormpje erachteraan, dus let's go. Spannen allemaal hier zo. Of nou, er spant er maar één, zo te zien, maakt niet uit. Dus nog een killetje. 1 killetje is altijd welkom. 2 killetjes zijn nog beter dan welkom, maar dat hebben we vandaag niet gehaald. Dan moeten we gewoon weer even gaan scannen. Gewoon op die hardpoint blijven. We staan nog steeds gewoon voor. Volgende hardpoint komt natuurlijk weer achter ons. En mijn team die blijft hier nog steeds opstaan. Dus kom op mensen, blijf erop. Dan rennen we alvast door naar de volgende, want ze spannen hier. Dus dit is nou niet zo handig van ons. Ah shit, ik ben dood mensen. Door naar de volgende hardpoint. Let's go. Nu moeten we echt gaan rennen. Anders pakken ze puntjes binnen. Nu moeten we gaan rennen. Ik heb nog 7 seconden. Kut, er staat niemand op de volgende. Kom op, kom op, kom op. Hou deze hardpoint ook nog. We moeten door naar de volgende. Er staat volgens mij al 1 teammate bij. Kom aan, kom aan, kom aan. Op, erop, 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 erop. Lekker, jongens. We hebben nog steeds. We moeten nog 10 punks binnenslepen. En hebben we 250-0 neergezet. Kom aan, jongens. Blijf teamwork erin houden. Blijf even deze hardpoint houden. Lekker, jongens. Spannen nu bij de tankstations. Dus moet je ook altijd in de gaten houden. Want dan spannen ze gewoon naast die hardpoint. En shit, we moeten er wel op blijven. Uh-oh. Ik was de enige die er nog op zat. Maar ik liep er ook vanaf. Dus natuurlijk kan je dan niks meer. En bam! 250-0 hardpoint game gewonnen in ongeveer 5 minuutjes. Beast, beast. Deze game hebben we neergezet. Mijn eindscore was, even kijken, 23-4. Maar ik bleef gewoon, net zoals die Platina X-Bowie die natuurlijk eerst staat, om de hardpoint heen rennen. De rest die een beetje wat langer op de hardpoint bleven zitten dan mij. En die ook wat meer captures hebben. Die hebben natuurlijk ietsje minder kills. Maar alsnog, we hebben echt een heerlijk potje neergezet, jongens. Mijn eindscore 23-4. De score van het eindgamepje. 250-0 in hardpoint. Mocht je hem leuk hebben gevonden. Mocht je meer van deze intensieve potjes willen zien. Laat het weten door middel van het duimpje omhoog, jongens. Als we gewoon weer de 1000 likes kunnen halen. Ben ik ontzettend blij. En tot de volgende keer, mensen. Bye bye.